We zijn hier vandaag omdat het het eerste schip is die volledig 100% uitgevoerd is naar Eurostage 5 normering. Wat dus de nieuwe toekomstvoorschriften vanuit Europa worden. En dus een verbetering is voor het milieu. Een nabehandelingssysteem wordt dus eigenlijk toegevoegd aan de uitlaatgassen van de motor. We hebben hier de hoofdmotor, is een ABC 6-cilinder of 6DZC. Is afgeregeld op 830 toeren en heeft een vermogen van 1100 kW mechanisch. En we zien dan uiteraard de uitlaatgassen. Die gaat naar de partikelfilter. De partikelfilter die filtert de roetstofdeeltjes. Gaat door de mixingpipe, waar ureum wordt toegevoegd, om naar zo naar de katalysator te gaan. Deze gaat de EONUX of het stikstof gaan verlagen en gaat zodoende naar de uitlaat van de motor. De integratie van de nabehandelingssystemen verliep eigenlijk vlot. De spullen werden goed geleverd, er zaten wel goede beschrijvingen bij. De samenwerking met de ABC was eigenlijk goed. En zodoende vaart het spulletje nu eigenlijk vlekkeloos in de rondte. We hebben ons ganz bewust voor ABC entschieden, weil wir eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit schon haben, die weit über 20 Jahre ist. Das ist der 20. Gastanker mit dem 20. ABC-Motor in unseren Gasschiffen. Und hier ganz besonders eben, weil der Motor die neuesten Abgasvorschriften erfüllt, die wir ja jetzt mit dem Stage 5 haben. ABC heeft gemaakt dat zij voor Eurostage 5 volledig de motoren in orde gebracht heeft en dat zij ook een type approval hebben, zodanig dat zij in elke scheepstoepassing, in elke uitvoering met dit type motor die normering kunnen krijgen. En dat is toch uniek. ABC wird in der Zukunft auch für uns eine große Rolle spielen. Es ist nicht nur als Zulieferer, sondern auch viel mehr noch als Technologiepartner, weil wir sehen, welche Anstrengungen ABC unternimmt, um fit for future, fit for 55 zu sein. Die Möglichkeit prüfen, alternative Kraftstoffe einzusetzen und um diesen Weg, dem Green Deal, weiterhin zu folgen.